Deze nieuwsuitzending die gaat over het fenomeen naschoolse opvang. Wat is daar de inhoud van? Of je zelf kinderen hebt die naar school moeten elke dag. Of dat je andere mensen kent die kinderen hebben die naar school moeten elke dag. Of dat je mensen kent die mensen kennen. Waarvan de kinderen naar school moeten elke dag. Dat maakt niet zoveel uit. Deze uitzending is bedoeld voor iedereen. Kinderen moeten hier in Nederland verplicht naar school. Wij vinden dat goed. Want dan krijgen die kinderen lekker onderwijs van een ander. En wij kunnen dan leuke dingen gaan doen. Zoals een vrouw die ik ontmoet heb en die werkte op de afdeling administratie van een hele grote farmaceut. Ik ga de naam niet noemen, het is denk ik de grootste farmaceut van deze aarde. En zij zat er op de afdeling die een beetje van het ene magazijn naar het andere magazijn en die dingen die op de toonbank staan. Displays heten die dingen. Nou, dat moet allemaal in elkaar gevouwen worden. En er moet een reclamebureau zijn. En die maakt dan de foto's. En die moeten weer gedrukt worden bij de drukker. En dat is een geregel, jongen. Was er hartstikke druk mee. En al dat leuke werk, dat kon ze doen. Want haar kind zat ze in het kinderdagverblijf trouwens. Nou, later zou dat kind gewoon naar school gaan. En dan kunnen die ouders lekker werk gaan doen. Op school wordt je kind niet veel geleerd. Er is een doctrine. En dat heet leren tegen het leren. Learning against learning. Ik denk als je die term intypt op YouTube, dat je gelijk al wat, en dan moet je bij video's gaan kijken, en dan kom je vanzelf terecht bij Frederik Tupper Saucy. F. Tupper Saucy. Het is de titel van een hoofdstuk uit zijn boek Rulers of Evil. En dat is wat er gebeurt. Dus als jij je kind naar school stuurt, dan denkt het dat het daar onderwijs krijgt. In die zin dat de leraar is de baas. En jij staat daaronder. En onderhand word je wijs. En ik kan mij herinneren van mijn lagere schooltijd dat ik daar een heleboel van ben opgeknapt. Ik heb daar taal geleerd. Ik heb daar rekenen geleerd. En dat was het. Maar het werd me wel geleerd. We zaten klassikaal de tafel van 1 tot en met huppeltje-pup op te dreunen. Ja, niet vanaf 1 natuurlijk, want die is wel heel simpel. Maar vanaf 2, tot en met, ik denk wel tot en met 10, ja. Eigenlijk moet je de tafels tot en met 12 doen. En de kinderen een beetje leren over de stelling van Pythagoras. En dat noemen we dan wiskunde. Gewoon kunnen rekenen. 3 keer 4 is zoveel. 100 gedeeld door 7 is. Dat je veel dingen uit je hoofd weet. Want dat scheelt. Als je uit je hoofd weet hoeveel 100 gedeeld door 7 is. En dat is 14. Nou, als je dat al weet. 100 gedeeld door 7 is 14. Aha. Dus als we met z'n zevenen op reis gaan. En de verzamelticket is €100.
Ja, dat is dan 14 euro per persoon. Niet exact hoor, want je deelt door 7. Dat moet je kinderen ook uitleggen. Als je deelt door 7, nou, hou maar op. Dat is een bepaald getal. Hè. 100 gedeeld door 5, daar ben je mee klaar. Dat is 20. Maar als je iets deelt door 7, ja, dan is het afgerond 14. Nou, dat moet een mens leren. Elk mens. En daarmee moet je vroeg beginnen. Dus niet je kind pas op zijn 28ste gaan verklappen dat 100 gedeeld door 8, dat is 12,5. En als een kind zegt van nee, dat meen je niet. Dat moet erin zo snel mogelijk. Nou, rekenen, daar kan je met je kind pas mee beginnen als het, pak een beet, 7 jaar oud is. Want dan gaan de tanden wisselen. En als de tanden gaan wisselen, krijgt een kind begrip voor aantallen. Van hoeveel tanden heb je gewisseld? Dan is het antwoord 2. In het woord is dat anders. Dus in de taal, met lettertjes. Want dan is het, ja, ik heb mijn linker agnostisch bunicus, hoe noemen die tandartsen dat trouwens allemaal met je tanden? Die ene die heet dan de 1.1 en de andere heet de 1.2 of de 2.1. Laat maar nakijken op internet. Al je tanden hebben als het ware een naam. Dus hoeveel tanden heb je gewisseld? Nou, ik heb mijn linksachter heb ik gewisseld en mijn linksvoor. En mijn rechtervoor is er net uitgevallen. En als je kind dan kan zeggen tegen diegene, ik heb 3 tanden gewisseld. Dan kan het rekenen. Nou, en dan is het alle bommen los. 1 plus 1 is hoeveel? Dus dan moet je met je kind niet gelijk naar George Orwell 1984 gaan kijken, waarin de beroemde vraag wordt gesteld, hoeveel is 2 plus 2? En Winston, die weet het echt niet. Hè? Die blijft maar zeggen, het is 4. En daar zit in 1984, daar zit een diepere betekenis in. Maar als je gewoon hebt over het optellen en aftrekken, ja, hallo. En dan moet je tegen je kind ook kunnen zeggen, wil je eventjes 3 kussentjes pakken? Eentje voor oma, eentje voor opa en eentje voor tante Greet. 3. Nou, en dan gaat je kind lekker 1, 2, 3. Daar kan je nog mee beginnen voordat het kan rekenen. Hoeveel tijd kost dat? Hoeveel tijd kost het om tijdens het, als je kind 12 à 13, en dan gaat het richting de 14, en ja, dan breekt de hel los. Want dan gaat het echt nadenken. Maar om het voor die tijd het alfabet te laten leren, ja, en te kunnen rekenen. Dat is niet veel tijd. Die je nodig hebt per dag. Een half uur onderwijs per dag. Voor, hoe noem je zo iemand, een prepuber? Een half uur onderwijs per dag is genoeg. Hè? En dan heb je daar wonderkinderen tussen zitten. En die schieten nog veel verder. Ja, die moet je dan apart behandelen. Dus niet samen naar school met die dombo's. Als iemand echt talent heeft, dan kan je denken aan 1 uur onderwijs per dag. Misschien wel 2 uur. Wat wil dat kind leren? Misschien wil het gaan leren schrijven. Dat je moet gaan uitleggen van hoe mooie zinnen in elkaar zitten. En dat doe je met voorlezen. En dat heb je echt altijd al gedaan. Want je gaat met je kind al voorlezen. Vanaf dat het
ja, kan luisteren. Kijk, een baby doet alleen maar dada, doedoe, didi, doedoe. Tegen een baby moet je niet praten, want dan gaan ze alleen maar lopen huilen. Dan voelen ze zich niet begrepen. En dan komt een moment dat je kind die vocale taal begrijpt. En dan ga je voorlezen. Ja, dat doe je ook met rekenen. Als je merkt dat het begrip er is, dan ga je aan de slag. En jij als ouder denkt dan, ja, maar ik kan zelf helemaal niet rekenen. Dan maak geen rol uit. Dan ga je samen met je kind leren rekenen. Want je hebt op internet heb je allemaal websites. Allemaal rekenoefeningetjes. Die ga je samen met je kind doen. Kijken wie het beste is. Want er is geen betere leraar dan een leerling. Mooi paradox. Het is wel zo. En dat is je naschoolse opvang. Want jouw kinderen op school, die krijgen alleen maar academische, sociale doctrine opgedrongen. Je moet wel aardig zijn tegen elkaar en allemaal in de maat, anders wordt die juffrouw kwaad. Nou, daar heeft je kind niks aan, qua kennisvermeerdering. Het leert wel dat er andere kinderen zijn die daar niet zo over denken zoals jij. Dat kunnen knokpartijen worden. Dat heet sociaal contact. En dat is ook leuk, er is niks mis mee. Laat die kinderen maar lekker knokpartijtjes houden. Maar dan komen ze van school en dan moeten ze dus na school opgevangen worden. En hoe pak je dat dan aan? Want je hebt maar zo weinig tijd. Nou, ik zou zeggen, voor het eten een half uurtje oefeningen doen. Met, ja, dan kan je denken aan een glas Coca-Cola erbij. Of een dropsleutel. Je moet ze dan wel iets geven. Want ze hebben de hele dag al die ellende gehad op school. Nou, dan gaan we lekker eten. En na het eten ga je voorlezen. En op maandag doe je rekenen. En op woensdag doe je taal. Dan moeten ze echt zelf schrijven. Ga maar het alfabet schrijven. Leer je kind maar de hoofdletter A te schrijven en de kleine letter A. En daar mooie letters van te maken. Geef je kind penselen. En laat het voelen dat die armbeweging met zo'n penseel, dat je er hele mooie dingen mee kunnen maken. Zo'n strijk, dan staat er een hoofdletter A. En dan een kleine letter A, zo'n strijk. En dan een volgende A4'tje. En dan nog een keer. Oefenen. En na het eten niet. Want dat is een... geldt voor jou ook. Jij moet maar een beetje karig eten. Je moet jezelf niet volproppen met koolhydraten. Dat kan ik ook nog over gaan hebben. Want dan word jij moe en dan wil je ook naar bed toe. Dat heeft niet zoveel zin. En dan na het eten wordt er voorgelezen. En misschien eerst nog even buiten spelen. Je kan ook gewoon gelijk na het eten gaan voorlezen. Waarom niet? En voor het slapen gaan. Het zijn allemaal momenten die zijn van jou als ouder. Dat is je naschoolse opvang. Voor het slapen gaan. Totale rust. En dan lees je wat leuks voor. Of je vraagt aan je kind. Dan lees je voor de tweede keer nog wat voor. Of je vraagt aan je kind. Hoe was de dag vandaag?
Wat was het vervelendste dat je hebt meegemaakt? En wat was het mooiste? Of het leukste? En luister dan aandachtig naar je kind. Want dan gaat je kind vertellen. En die gaat zinnen formuleren. Die gaat gebeurtenissen op een rijtje zetten. En je gaat er niet tegen in. Je laat het alleen maar komen. Het is een kind dat aan het praten is. Laat dat kind praten. Maak het niet te lang, want ze moet gaan slapen. Of hij moet gaan slapen. Sommige kinderen die willen helemaal niet zoveel vertellen, want er is iets vervelends gebeurd. Maar dit hoor je dan wel de volgende dag. Laat je kinderen spreken. Laat ze spreken doordat je naar ze luistert. En de volgende ochtend moeten ze weer naar het zogenaamde onderwijs. En alleen maar weer sociologisch geïndoctrineerd te worden. En in de ochtend doe je niks. In de ochtend de voorschoolse opvang. Nee, dat is eigenlijk ook, nou, allemaal naschoolse. Maar uiteindelijk de naschoolse opvang. Je begint. Jeetje, ik heb vandaag Arthur Schopenhauer gelezen. Een filosoof en die schrijft altijd zo netjes. Maar dus de naschoolse opvang begint als de kinderen uit school komen. En eindigt als de kinderen weer naar school gaan. Maar 's morgens vroeg, joh. Je kan rekenoefeningetjes doen, want die kinderen zijn dan lekker wakker. En dan, ga je de tafels op laten dreunen. Je laat ze maar weer een beetje oefenen, op weg naar school. Maar alleen mondeling. En niet te veel, want het is 's morgens vroeg. Wel, je kunt een beetje voorbereiden op. Je gaat nu weer naar Auschwitz versie 7.3. En dat moet je niet letterlijk zo zeggen, want dan gaan die kinderen vragen van. Papa of mama, wat is Auschwitz? Ik ken dat woord niet. In dat soort moerasgronden willen wij niet verzeilen. En dan maak je er een geintje van. Zoiets van, nou, je moet weer de hele dag naar school. Ik hoop dat je het volhoudt. En je niet in elkaar laten slaan. Heel goed begrip. Want anders ga ik dat jongetje pakken. Of zoiets. Dan maak ik er gewoon een geintje van. Die kinderen, volgens het christelijk dogma, die zijn allemaal van God. En niet van ons. En als wij het verneuken met onze kinderen, dat betekent verpesten. Maar het is allebei, als we het gewoon niet goed doen. Het staat niet goed op ons konto. Arthur Schopenhauer, die heb ik vandaag gelezen. Die zegt dat je dat wel moet doen en dat je ervan uit moet gaan dat de rest niet meedoet. En hij heeft zelf geen kinderen. Ik ga een kritiek schrijven op Arthur Schopenhauer, op dat boekje wat ik vandaag gelezen heb. Hij had zelf geen kinderen. Dan weet je eigenlijk niet waar het over gaat. En als jij geen ouder bent voor je kind, geen verantwoordelijke, je hebt je niet zo gedragen, je kind heeft je formeel van alles te verwijten, omdat je kind toen ze 5 was ouder was dan jij.
dat ga je op een dag voelen. Dat is een mooie, onheilspellende afsluiting, vind je niet? Dus wees goed voor je kinderen. En geef ze naschoolse opvang. En de volgende fase wordt dat we het aantal schooluren gaan beperken. En niet allemaal tegelijkertijd aanwezig in de klas. Als je kinderen hebt die 's avonds nog heel druk zijn, die mogen 's morgens wat later naar school. Dus in de zomer. Ja, dan is het maar heel kort nacht. Ja, dan is het na het eten nog van allerlei leuke dingen doen. En dan gaat het kind niet om 8:45 op school zijn. Want waarom? Een kind wat moe is, of een beetje griep of zo. Ja, gewoon een uurtje minder. En zo gaan we dat hele officiële zogenaamde onderwijssysteem afschaffen. Stukje voor stukje. En kijken wat de volgende generatie daarmee gaat doen. En de volgende generatie, één daarvan, is een kind dat jij via kent. En die kan mee gaan doen. Om deel te nemen in het genootschap der slimmerikken. Dat je in ieder geval slim bent. En de rest komt, denk ik, vanzelf. Desnoods met een vechtpartij in de pauze. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.